Na Shell, Unilever en DSM dreigt nu ook baggerbedrijf Boskalis uit Nederland te vertrekken. Een nieuwe wet die duurzaam ondernemen moet stimuleren, is de laatste druppel. En dan gaat het om dat het bedrijfsleven gewoon zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet pakken. Bijvoorbeeld rekening moet houden met mensenrechten. Wat is daar het probleem dan? Als op al dit soort projecten er een toets op enig moment kan ontstaan bij een Nederlandse bestuursrechter, ja, dan wordt onze wereld wel heel erg onzeker. Is de kans groter geworden dat u vertrekt? Die kans is het afgelopen jaar groter geworden, zeker. Toen ik het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis dit dreigement hoorde uiten, werd ik nieuwsgierig. Want wat doet dit bedrijf eigenlijk in die verre landen? Ik reis af naar de Filipijnen. Dit zijn bekende wateren voor Hollanders. De VOC voer hier al in de 17e eeuw voor de kust, tot de Spanjaarden onze schepen tot zinken brachten. En ook nu is onze aanwezigheid niet onopgemerkt gebleven. Waar nu die bordjes verboden toegang staan, woonden tot voor kort honderden vissersfamilies die moeten wijken voor grote plannen. We're at home. What if you say I'm not going? I'm staying. Hindi naman ako pwedeng hindi magsalta ng ganun, mag-stay ako dito kasi magagalit sa amin ng caretaker, baka mamaya. Sabi nila, pagka doon, hindi kami umalis na aking say, dadamputin kami, ikukulong kami. Wala kaya, wala kaming laban. Karapatan po nila yung nandito. Hindi po namin kaya paglaban to, dahil hindi naman po amin to. Si Eva, walang lakas. We zijn in de Filipijnen, in de baai van Manila, waar niet alleen deze familie nu moet vertrekken, maar honderden andere families. Omdat er hier op dit land een enorm vliegveld wordt gebouwd. En dat gebeurt met hulp van het Nederlandse bedrijf Boskalis, die hier voor 1,5 miljard euro land opspuit voor een vliegveld waar over een paar jaar 100 miljoen passagiers per jaar doorheen moeten komen. En dus moeten deze mensen allemaal verdwijnen. De Filipijnse hoofdstad Manila is de dichtstbevolkte stad ter wereld, waar het leven voortdurend vastloopt in een zee van verkruimelend beton. Vooral hier, rond het internationale vliegveld. Wie in deze drukte vooruit wil, moet in zee gaan bouwen. Met hulp van Nederlandse polderervaring wordt nu in de baai van Manila een gloednieuw vliegveld gebouwd. No more cats. In Netherlands,
Boscalis. Is Boscalis there? And here you can fish? No. Bawal na rito. Kahit yung baklad, bawal. Dati may mga baklad dito. Diyan kami nakaumang dati. Natanggal nila. Airport. That's the airport. And what does it mean for you? Wala na. Wala na nga buhay. Natanggalin na kami. Kasi bawal na kami dyan. Kung dito nga eh, pag ito nga natambakan nila, wala man lang. Paano naman kami makakabalik kung napakalalim? Ang lalim yan. Yung ang kawayan namin, apat na metro lang. Eh, ang ginawa nilang lalim nito, nasa 10 metro lalim. Lalim nito kasi 10 metro, sasabog. Di namin kaya sisirin, sasabog na yung tenga namin. Nagalit talaga, nagalit naman ako sa kanila, kaso ano ipapakain namin sa pamilya namin kung sasabihin nilang bawal yan. Na sila naman yung dumating, sila lang yung dayo, kami pa yung pinagbawalan. Ja, je kunt het hier nou lezen, hè? Boscalis. Dus dit baggerschip is er een van de vele schepen die hier nou het zand uit de baai van Manila schept en dan hier opspuit. Precies zoals de Hollanders het ooit deden in de Flevopolder. En voor dat werk krijgt het Nederlandse bedrijf 1,5 miljard euro. Alleen de vraag is natuurlijk tegen welke prijs gaat dat voor de lokale gemeenschappen die rondom het vliegveld heen wonen. Maar ook voor de natuur en het klimaat hier. De baai van Manila doet nu denken aan Avatar. Nieuw land, opgeschept van de bodem van de zee. Die landaanbinding voor het vliegveld is het grootste contract uit de geschiedenis van Boscalis. En dit is het leven dat de architecten van Nieuw Manila voor ogen staat. Jachthavens, shoppingmalls en selfies. De grote naam achter al deze vernieuwing is San Miguel. Een van de machtigste bedrijven op de Filipijnen en opdrachtgever van Boscalis. San Miguel is een naam die je overal tegenkomt, van snelwegen tot ziekenhuizen. Het bedrijf dwong zeker 700 visserfamilies om plaats te maken voor het vliegveld. Slechts 6 van hen kregen nieuw onderdak. Ik ga kijken hoe hun nieuwe leven bevalt. Ito po yung aming sala. Ito naman po yung kusina. Ito naman po yung aming kwarto. And your wife? Yes, yung aking pong butihing asawa. Yeah. Okay, how are you feeling here? I'm okay, but I'm sad because my husband did not work. Yeah, no, my baby is baby. Alaga ng bata. Siya po yung taga-alaga ng baby namin, ako po yung nag-work. Hindi ginawa mo sa bahay namin. Dinaba ko lang nila bagyan. Hindi ako nalilip. Ayun. Hindi isa ko yun. Nililipit ko. Inano naman niya, kinakalat ulit. Kaya yung mamalis ng bahay, Jordi, pag naiwan siya, parang binagyo yung bahay. Yan, ito po yung dating bahay namin. Yan, to. Yan yung dating bahay namin doon sa ano. Yan, marami po siyang puno. Yan po yung naghahakot na kami. Papunta na po kami rito. Kasi kaya naman tinatanggal yung mga gamit. Kasi gigibain na namin yung bahay. Kasi po yan, noong una, talagang ginawa nilang detachment. Tapos ngayon, nilagyan nila ng mga security guard. Saka yung tinatawag nilang kapgo. Wala na daw yung lugar natin. Tapos na. Kasi masakit sa kalooban niya na hanggang ngayon hindi pa rin siya makakamove sa pag-alis namin doon kasi nga dahil doon po kasi easy lang po ang paghahanap buhay. Hindi po katulad dito na talagang kailangan magpursige para makapagtrabaho. Sa amin po, sir, wala pa pong inu-offer ang Boscalis sa amin kasi nag-apply pa naman po siya, hindi pa naman po siya natawagan. What, more than 1.5 years already? Yes, sir.
Pasensya na kayo, sir. Talagang ano eh, hindi ko lang mapigil kasi talagang mahal ko yung lugar rin eh. Kasi sa tagal ko pong namuhay niyan, dyan ako yung pinanganak, dyan ako namuhay ng halos eh, kulang 50 taon. Yeah. Sa lugar kasi na yan, sir, ni Minsan hindi kami nakaranas ng gutom. Sagana kami sa pagkain. Dito, talagang dito kami nagkabaon ng utang, sir. Sobrang hirap. Hindi lang naman po ako talaga naapektuhan niya. Napakarami po namin. Lahat po halos na mga ingis. In de wijken die al verdwenen, verloren de vissers niet alleen hun oude huis, maar ook de betekenis van hun bestaan. Veel bewoners rond de Baai van Manila vrezen dat ze de volgende zijn. Vooral in Bulacan, waar het leven zich volledig afspeelt rond het water. Ook deze wijk vreest te worden geofferd voor het nieuwe vliegveld. Sorry. God, Jezus. Au. Au. Dit soort acrobaat zijn om door het dorp te komen. May humigit kumulang 28,000 na hektarya ang sinasaklaw sa buong Manila Bay ng mga reclamation projects na ito. At doon sa lupa na yan, i-develop yung iba't ibang economic projects. Kalakhan, infrastruktura, mga entertainment na complex. So 28,000 hectares to ng mga pakhawan, ng mga mangroves, ng mga seagrass, ng mga coral reefs. Yan yung pinanggagalingan ng buhay ng Manila Bay. Kung titignan mo yung buong diin nitong rehab program sa kasalukuyan, naka-focus sila sa pag-e-evict ng mga communities, pagpapalayas ng mga communities na sinasabi nila ay informal, proponent talaga ng reclamation projects dito, no? YouTube, sinag-YouTube po ba kayo dito? Mga nag-YouTube. Pagka nag-search ka ng tungkol sa Airport City, ang lalabas yung mga vloggers na pinapakita lang ano yung update. Pero ano yung epekto sa kabuhayan? Yun yung nawawala, yun yung nakakalimutan. Kasi tingin, di ba po, kayo po ba, na ano po yung pagtingin yung epekto ng proyektong ito? Nahihirapan yung mga mangingisda sa amin. Yun ang kauna-una. Tinatawag ng lapu-lapu. Dati, pag ganitong panahon, nakakahuli na kami ng lap-lap. Wala na rin wala yun. Wala na rin talaga. Alimango, wala na rin. Yung problema, dahil nga may higit 70% yata ang nasakop nila, at tuloy-tuloy naman hanggang mapuno na yung 100%. Mm. Oh, 'di ba? Eh siyempre pagbabawalan nila kasi nga private property na 'yon, may sakop pa sila na lupa kahit konti, paalisin kami doon. Kaya parang ang ano po no, ang hindi tara nakakapagtaka na may-ari na ng meron nang may-ari ng tubig sa panahon niya. Paano sa no dangin na rin may-ari na rin. Yeah, alam namin lulubog kami. Hirap kaming paano mapagkakaisa? Pag kami dumating na militar, ang tao may iktad. Kahit na alam nilang nilalabag yung karapatan nila. Buti hindi yung takot na binigay. Wie zich uitspreekt tegen het vliegveld, moet kennelijk oppassen. Die angst onder de vissers is niet voor niks. Boscalis tekende het contract voor de landaanwinning in december 2020. Op het hoogtepunt van president Rodrigo Duterte, die aan de macht kwam met twee beloften. Zoveel mogelijk bouwen en een genadeloze oorlog tegen drugshandelaren, wiens lichamen hij beloofde te dumpen in diezelfde baai van Manila. Pag ako ang napresidente, I would warn you. Ang napresidente ako, magtago na kayo. Yung 1,000 na, it would reach 50,000. I would kill all you. Diyan mo makita, tataba yung isda diyan sa Manila Bay. Diyan ko kayo itapon.
Wat volgde was een moordcampagne door doodseskaders en politie, waarin duizenden mensen zonder enige vorm van proces werden geëxecuteerd. Onder hen ook talloze milieuactivisten. Ook nadat Duterte vorig jaar aftrad en plaatsmaakte voor de zoon van de voormalige dictator Ferdinand Marcos, voelen activisten zich niet veilig. Why are you so free? I will experience being red tag. What is that? Everyone who teach people to stand up for their rights are tagged as enemies of the state. So you're an enemy of the state? To their mind, yes. I can be arrested. I may disappear. I may be killed. Maybe killed? Yeah. Many of our colleagues in this advocacy have been killed in different parts of the country. Because you also don't want to be recognized on camera because you actually think it's too dangerous. Yes, with the words of Duterte, where the instruction was relentlessly, mercilessly crush the terrorists in the country, whereby we are considered as among those terrorists. And has that changed since new President Marcos took over? Not at all, not at all. During his inauguration, he says he would just continue the policies initiated by his predecessor. Duterte. Right. And they are supported by the same flock of the ruling elite in our country. So no one's spared, no one's spared. I don't want to leave an illusion that any one of us is safe. It's a Dutch company working here to make the airport possible. The one who should be responsible is the one who contracted the work on Boskalis, but we hoped. Boskalis was more responsible than the local project proponent, which is San Miguel Corporation. Verzet zit in het bloed van de wijk Bulacan. Hier begon de opstand tegen de Spaanse en Amerikaanse kolonisator. Nu het epicentrum van vissersverzet tegen het vliegveld. Tijd dus om kennis te maken met de ordehandhavers. Sinds het aftreden van Duterte doet de politie zijn best zijn imago weer op te poetsen. Mensenrechten nemen ze hier voortaan heel serieus. So anong meron natin ngayon? May mga kasama tayo na mga bisita natin, no, from Netherlands, and they will be observing us, no, observing us. This is one of the most peaceful municipalities. Napakagandang magtrabaho dito. Napakaganda yung mga sabi ko, yung pakikitungo sa tao, yung warmness ng tao sa atin. Okay, kung wala, mag-start na tayo sa activity natin. Okay, good morning. So what keeps you busy here? What's the biggest problem in Bulacan? As from now, we have like crime, like drugs and theft, like robbery, stealing something. Yeah. And the drugs have been cleared because you had quite a tough campaign, eh? Ginagawa namin lahat, sir, to prevent, sir, their activities like that, sir. But didn't President Duterte say if you find a drug criminal, you can kill him? Sa administration niya, sir, ganun, sir. Kaso sa administration ni President Bongbong, kinakon na, sir, yung due process of law, sir. Sinusunod na yung makakon si sir, kon natin, Sir Presidente, due process nyo talaga yung pinapayaran niya, sir. Human rights po, baka human rights niya, sir. Okay. Gusto nilang kumuha ng shot dito. So, sir, where are we now? We are now in Barangay Taliptip, and we are now here in the bridge. You can see there, the water
coming over there, papunta na siya sa Manila Bay na niyan. Manila Bay? Papuntang tubig na ito, papunta na ito ng Mabila Bay. And the airport? And the airport. Okay. What do you think is a good thing, airport? Airport, it is a good thing para sa progreso ng pagkabuuan ng... Okay. And how do you deal with it when people are angry and they don't want to leave? Dito naman sa tour of duty ko, simula September 1, wala naman kaming na-record. We have not recorded, there is no recorded incidents involving dito sa pagtatayo ng airport na to. Okay. What is, do you know what is red tagging? Ah, red tagging. Red tagging, yeah. Red tagging. Oh. Well, what is that? Ito yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon, yung red tagging, na kung saan na may mga personalities, no, sila ay mga kalaban ng gobyerno, mga member ng CPP and PNDF, na wala naman talagang basihan. Pero kami dito sa Bulacan-Bulacan, hindi kami, we do not adhere to that red tagging. So there's nothing to worry about? And there's nothing to worry about here in Bulacan-Bulacan. Niets aan de hand dus volgens de politie. Toch wil Boscalis ons op de Filipijnen niet te woord staan, omdat opdrachtgever San Miguel daarvoor geen toestemming geeft. Maar Boscalis is hier niet alleen. De Nederlandse overheid staat garant en verzekert het project. Mocht er iets misgaan, dan dekt de Nederlandse regering de kosten. Dat wekt grote verbazing bij een van de belangrijkste milieuactivisten op de Filipijnen. I was under the assumption, I mean, you know, the Netherlands and Boscalis in particular is always saying how they're leaders in reclamation, they're leaders in, like, you know, ecosystem, you know, making sure that the ecosystem is okay and all of that. And you see this sort of extremely negligent destruction that is, like, causing suffering to hundreds of thousands of Filipinos. Imagine that 30% of the Filipino population lives on the coast of Manila Bay. So many Filipinos are impacted by these kinds of developments that Boscalis is supporting directly. And I think it's really negligent, at the very least, on the part of the Dutch government that they allowed this to happen, that they're supporting this project very directly, despite all the clear social and environmental impacts. The Dutch government supporting a project where a Dutch company can make 1.5 billion euros, it's not that strange. It's good for business. But it's interesting because actually a while back, around 2018, the Dutch government itself was partnered with the Philippine government to have this Manila Bay Sustainable Development Plan. They really wanted the Manila Bay to be clean, to be rehabilitated, to be even swimmable. That's like sort of the goals that they were setting up for themselves. And then now they're doing these, they're pushing through with these projects that are destructive, pollutive. You can imagine the waste that the airport would generate. I mean, even before the certificate was given, San Miguel was already cutting down mangroves in the area. You need a certificate to do that. So what should they do? Well, the communities are saying stop. Pull out. I mean, it's about Boscalis putting on these blinders and saying that, oh, you know, they're doing this war on drugs, it's not really that important, but then we have a totally different thing. But then, even if you think about how the Duterte administration is also notorious for making the situation of environmental defenders and people, you know, in the forefront of these kinds of struggles, making it a dangerous place to be in. Like, in recognition of that and still pushing through with this kind of project, makes it clear that they don't really care. I mean, they should have at least made sure that they weren't working with the worst government in Asia, essentially, when it comes to these attacks and killings and harassment. And yet they pushed through. At the end of the day, if your 1.5 billion euros is blood money, essentially, then... Blood money? I mean, maybe nobody has been killed directly for this, but then we have people, again, who are starving, who are literally have nothing to eat anymore because of this project. So you can't say that the 1.5 billion euros is just, you know, completely clean. It's not. It's really not. So I think that really needs to be scrutinized. That cannot be the development that, you know, we're pursuing. Die bijkomende schade van de stadsvernieuwing van Manila wordt het meest zichtbaar in een van de armste wijken van de hoofdstad. Hier verzamelen zich 3 keer per week de daklozen voor een maaltijd bij een organisatie die onlangs nog een hoge onderscheiding kreeg van de Nederlandse ambassade. Thank you.
Doon na po. Di kailangan magtipon. So these are the people that we cater to almost every Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday. But do you see with all the infrastructure projects going on in this city that you get more homelessness as a result? Unfortunately. Those who have lands, formerly who have lands, are always at the losing end of this. Because the lands that are given out to them in return are either non-viable, meaning the utilities, the basic needs are not there, the means of livelihood is even temporary or absent. They're the most vulnerable. They don't have any IDs, they don't have any identities. The society, government, even the church care very little for them. It's a war against the poor, and it's to inflict a campaign of terror and fear on the population. You got an award from the Netherlands, I heard, for your work that you're doing with people here. In behalf of the widows, I accepted the Tulip Award last year. What was the Tulip Award about? It's about, according to them, it's about the an individual's stand on human rights and how such stand has affected change on the lives of the victims. It was the first to be given to a Filipino. And honestly, when I was given the chance to speak, I was reluctant on receiving it because, simply because that how and why should I receive an award that's given in exchange for blood? The thing is that you got the award from the Dutch government, who at the same time supported a deal by a Dutch company, Boskalis, to make an airport for Mr. Duterte that is being built right now, and the Dutch government is fully supporting that plan. Well, just to put it in an objective platform, it's a private institution that partnered with Duterte. It's not the government. No, but the Dutch government insured this operation. Is that so? By the Ministry of Finance insuring the operation when things would go wrong, they would take the cost of the project. So it is the Dutch government that has supported this as well. That's a contradicting. I wouldn't want to have anything to do with it, except that we just continue with what we're doing. The embassy has constantly been trying to help and to partner with our cause, and I'm thankful for that. But what do you and how do you make out of such when the very government partnered with the Duterte administration in such a massive deal similar to the massive killings that he has brought to the population, particularly to the margins? I don't know how to reconcile that. I find it quite a very... I have a feeling that I'm beginning to entertain the feeling that we were duped by such a deal. Als ik de Filipijnen verlaat, word ik alsnog uitgenodigd bij de CEO van Boskalis op het hoofdkantoor in Nederland. Wij zijn net terug uit de Filipijnen. Bent u trots op het werk van Boskalis? Extreem trots, ja. Extreem trots? Ja. Wat maakt u trots? Omdat we daar denk ik een geweldig werk op dit moment uitvoeren onder
best wel uitdagende omstandigheden. En om dat zeg maar zo ver van Nederland allemaal voor elkaar te krijgen, ja, daar zijn we wel trots op. Maar het is de combinatie van de technische uitvoering, maar zeker ook de manier waarop. Ja. Maar het contract heeft u gekregen eigenlijk op het hoogtepunt van het presidentschap van president Duterte. In een periode waarbij er tienduizenden mensen worden geëxecuteerd zonder enige vorm van proces. Vraagt u zich niet af, moeten wij hier nu wel zaken gaan doen? Nou ja, je praat over een periode, en dat doet het voorkomen alsof dat een maand geweest is. En dat wij in die maand dat een contract 6 jaar gesloten geweest. Dat is inderdaad een lange periode geweest dat hij aan de macht is geweest. Ja. Het is, overigens is het voor de verdere rest een democratie. Die ook verkiezingen kent. Hè, waar ook een eindigheid van de regeerperiode. Het kent verkiezingen, maar deze mensen zijn niet door een rechter veroordeeld geweest. Het is gewoon gezegd, u bent drugsverslaafde. En er wordt gezegd, het was niet alleen tegen drugshandelaar. Kijk, als u mij vraagt, wat vind ik daarvan? Ja, dat vind ik verwerpelijk. Maar ik denk dat u een andere vraag stelt. En de vraag is, willen jullie als Boskalis in zo'n land opereren? Ja. Nou, uiteindelijk maken wij met name de overweging, zijn het landen waar internationaal van geaccepteerd is, ja, dat ons soort van activiteiten door ons soort bedrijven daar worden uitgevoerd. Dat is belangrijk. Met andere woorden, zou u een project in Noord-Korea gaan doen? Nou, daar is het internationaal inderdaad duidelijk gedefinieerd. Dat is niet de bedoeling dat je daar gaat werken. Dat kompas wordt ingegeven door de internationale spelregels die dan gaande. Veelzeggend is dat uiteindelijk 7... ja, echt wel reputabele financiers, banken, hè, wereldwijd, ook uiteindelijk dit project meefinancieren, omdat die net zo goed als wij dezelfde stelregel hebben. Als internationaal bepaald is dat dit landen zijn waar handel mee gevoerd mag worden, ja, dan kun je daar ook handel mee voeren. In dezelfde periode zijn ook, naar schatting 270 milieuactivisten, vaak mensen die zich verzetten tegen dit soort grote infrastructuur. Projecten, ook vermoord. Dus het is zeg maar niet echt een omgeving waar als je je hand opsteekt en zegt, ik ben het niet eens met de bouw van zo'n vliegveld, of mijn leven wordt daardoor verwoest, dat je dat snel zou durven zeggen in zo'n klimaat van angst. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, dat zou kunnen. Anderzijds, wij hebben ook gesproken met lokale activisten. Ja. In open dialoog. Hè. Er zijn wat dat betreft ook procedures doorlopen. Kijk, ja, ik heb ook met die mensen gesproken. En die zeggen, ik weet niet ja, of wij met dezelfde mensen gesproken hebben, want er wonen 100 miljoen mensen. Nee, maar ze zeggen dat ze Boskalis hebben ontmoet, dat ze de Nederlandse regering hebben ontmoet. En die zeggen, ja, het gesprek met ons werd gezien als maar ze hebben nog we overlegd. Wel, ze waren nog niet vermoord dus. Nee, maar ze worden wel ernstig bedreigd. Ja. Tegelijkertijd zeggen belangrijke milieuactivisten, ook mensen waarmee u heeft gesproken, die met de Nederlandse regering hebben gesproken, die zeggen, u sluit uw ogen voor mensenrechtenschendingen en aan dat contract wat u heeft gekregen, 1,5 miljard euro waard, daar kleeft bloed aan. Ja, daar kan ik me niet in vinden. Zeker dat bloed aan kleeft, dat vind ik dan, hè, alsof er zeg maar mensen daar willens en wetens vermoord zijn om plaats te maken voor het vliegveld. Zo klinkt dat dan een beetje. Dat het in een land gebeurt waar het met de mensenrechten niet optimaal en ideaal geregeld 27.000 is. 27.000 mensen geëxecuteerd. Ja. Dat zou kunnen, ja. Maar ik kan het rijtje landen langs gaan waar wij actief zijn. Ja, dan zijn er een heleboel landen, hè, waar ik persoonlijk ook best mijn aanmerkingen bij heb. Maar als we zeg maar dat als ons kompas zouden gaan hanteren, hè, wij gaan alleen maar naar die landen nog toe om infrastructuurwerk uit te voeren als die aan de Nederlandse of Europese maatstaf, hoe je dat wil definiëren, voldoen, hè, volledig. Ja, dan is wat ons betreft het buiten Europa al heel snel klaar met de infrawerken die we kunnen uitvoeren. Ben je out of business, eigenlijk? Nou, out of business, we zijn wel een stuk smaller in business. Dat zeker.